Een mooi gezond gebit is natuurlijk het visitekaartje van je gezicht. Dan is het noodzakelijk dat je het zelf goed onderhoudt, maar ook dat je natuurlijk met regelmaat naar de tandarts gaat. We hebben het deze week over de provincie Noord-Holland en hier in Wormerveer zit tandartspraktijk Acacia Laan. En zij weten heus wel dat het niet voor iedereen echt een leuk uitje is om naar de tandarts te gaan, maar zij willen er wel voor zorgen dat het uiteindelijk reuze meevalt. Iedere keer die drempel was voor mij niet zo hoog. Ik ben niet bang voor de tandarts, maar een heleboel mensen wel. Ja, dat klopt. Die drempel blijft toch voor veel mensen een groot probleem. En zelfs wij als behandelaars hebben ook nog steeds angst voor de tandarts. Terwijl we toch echt weten wat hier gebeurt. Maar jullie doel is ook wel echt voor de mensen te zorgen, hè, voor de gezondheid. Maar ook dat alles en iedereen hier terecht kan. Dat klopt. Deze praktijk staat er echt voor dat iedereen hier naar binnen kan. Ja. Maakt niet uit wie, ook met angst, voor iedereen is hier een plek. Mensen met problemen of wat dan ook, die zijn allemaal welkom. Hoeveel tandartsen zijn hier? Er zijn 6 tandartsen, ja. Waarvan 1 de implantologie verzorgt, 1 de roesjes, dus de sedatie, een orthodontie. En we hebben iemand die voor het slaapapneu, voor het snurken aanwezig is. En er is 1 tandarts waar ik even mee mag gaan. Gluren, zeg ik altijd maar. Klopt, dat is Madeleine. Ja, en die gaat iemand helpen, want die is bang. Klopt. Met lachgas. Met lachgas. Mag ik even storen? Dat mag zeker. Kom verder. Hi Madeleine. Hi. Ik ben net op tijd voordat je gaat behandelen. Klopt, we staan op het punt van beginnen. En wat doet de lachgas? Zo? Want ja, ja. Je snapt dat ik dan denk van... Ja. Nou, lachgas is natuurlijk voornamelijk nu heel bekend vanuit het uitgaansleven. Ja. Hoe wij het toepassen is anders. Snap ik. Lachgas brengt mensen in een wat rustiger en wat relaxtere sfeer. Ja. Zodat de drempel om de behandeling te ondergaan wat lager wordt. Maar je blijft wel bij. Je blijft zeker bij bewustzijn. Ja, je bent ook gewoon aanspreekbaar. Je kan overal op reageren. Dus je bent niet helemaal weg zoals bij narcose. En Denise, jij bent een beetje angstig. Ja. Dus heb je al eerder ervaring gehad met de lachgas? Nee, dit is de eerste keer. Oké. Okay. Maar alleen wel, al hiervoor hebben we al een afspraak gehad dat we alles hebben doorgenomen. Dus vandaag komt het dan tot het recht met de lachgas. Ik ben wel benieuwd. Nou, die ligt er heel ontspannen bij. En ik denk dat Denise nu niet meer zo bang is. En ze is 100% zeker in goede handen. Madeleine? Dankjewel. Dank hè, voor je informatie. Oké.